vind het vandaag een hele feestelijke dag. We hebben samen met de bewoners uit dit gebied, die hier ook al, die ze hier zijn opgegroeid en die hier nu allemaal andere banen hebben in andere sectoren, maar die het ook zo leuk zouden vinden als de kinderen hier weer kunnen genieten, net zoals zij zelf vroeger. En nu kunnen we dat vandaag één dagje weer realiseren, dat de kinderen hier een slootje kunnen springen en een vuurtje kunnen stoken. En dat soort activiteiten voor kinderen zijn ontzettend zeldzaam in de stad en dat is echt heel erg jammer. Ik vind het een heel mooi initiatief dit, een hele leuke dag. En ja, fijn dat er zoveel mensen zijn. Ik vind het leuk, hartstikke gezellig. Ja, leuk en allemaal voor elkaar. En de groente is wel lekker. Ja, ik vind het echt een hele leuke gebeurtenis. Er zijn heel veel mensen, veel verschillende mensen. En ja, het is gewoon echt een uniek gebied hier, denk ik. En... Nou, de sfeer, we hebben het weer mee. De kinderen leren ook meer over biologische dingetjes. Maar het is ook allemaal nieuw voor. Ze zijn allemaal gewend om naar Albert Heijn alles daar te kopen. En nu proeven ze echt biologische groenten en melk en al. Ik vind het heel leuk. Nou, het ziet er erg leuk uit. En de kinderen hebben heel veel plezier. En de ouders ook, denk ik. Dat is leuk. Ja, ik vind het ontzettend leuk. Wat ik fantastisch vind is dat alle oogst vandaag, alles is vandaag geoogst. En het ziet er fantastisch uit. De variëteit en dingen en zo. Prachtige snijbieten heb ik gezien. Leuk. Waarom? Er is veel te doen. En, wat bijvoorbeeld? Ja, koken, boogschieten, hindernissen. En ja, lekker. Aha. Leuk. Daar komt hij ook vandaan. Ja? Ik vind het leuk hoe allemaal mensen met hetzelfde idee soort van samenkomen en dan allemaal leuk kunnen praten en elkaar helpen en zo. Nou, ik vind het een prachtig idee. Ik heb de folder gezien en ik heb direct gezegd, ik ga. Natuur is belangrijk. En natuur brengt mensen samen. En het is gezond. Je krijgt er energie van. En mensen gaan gewoon hun gang. Lekker. Gezond. Geestelijk, lichamelijk, gezond met elkaar. Niemand is geforceerd. Dat is, daarom ben ik ook gekomen. Want ik zeg van in de natuur, dat is het leven. Ik vind het een hele ervaring. Want onze kinderen wonen in de stad. Groeien op in stad en ze weten niet waar het groente komt, melk komt, hoe het natuur zich bevordert. En daarom vind ik zo'n mooi initiatief en ik zie kinderen ook echt op het land spelen. Dan heb ik zo'n mooie ervaring. Ik wou dat ik dit 15 jaar geleden al zoiets mee heb gemaakt. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de boeren die hier nog zijn, dat zij een afzetmarkt hebben. Dus op dit moment zie je dat er ze heel veel koeien hebben weg moeten doen, dat de bedrijven steeds kleiner worden, dat de pachtgronden dat het heel veel geld kost om hier te blijven boeren. En eigenlijk zou er een systeem moeten komen, denk ik, waardoor mensen lokaal hier vlakbij die in de stad wonen meer van de boer zouden moeten kopen, waardoor eigenlijk er een soort lokale kleine markt ontstaat. En ik denk dat dat heel erg goed zou zijn ook om het boerenleven weer een nieuwe spirit te geven. Je ziet het al een beetje zo, dat boerenbedrijven kleine winkeltjes hebben. Maar het is allemaal heel kleinschalig en ik denk dat dat groter aangepakt zou moeten worden. Waardoor boeren een garantie hebben om te kunnen blijven bestaan. Ja, maar toch gewoon veel aandacht geven en het aantrekkelijk maken voor mensen uit de stad. Dit vaker organiseren. Andere natuurgebieden veel meer ruimte krijgen. Gewoon om zulke dingetjes. Dus ze kunnen zulke dingen organiseren om bedrijven tegen te houden. Nee, geen kantoor en bedrijven. Liever een leuke boerderij waar je biologisch eten. Ik kan alleen maar aan handtekeningen en zo denken, maar dat is dan een beetje standaard. Ja, ik zou proberen die mensen die gebouwen willen neerzetten te overtuigen dat er boerderijen moeten blijven waardoor biologisch eten wordt verbouwd. En
Ja, want er zijn niet zo heel veel boerderijen waar eten wordt verbouwd. En er is veel plek nodig om groenten en fruit en alles te verbouwen. Ecologisch, biologisch, dat ze dat gaan doen. Want bedrijven zijn er volgens mij genoeg. En als je kijkt naar de luchtvervuiling, de milieuvervuiling, denk ik dat we nu echt de natuur in moeten om het te kunnen redden. En mensen hier brengen, is ze weer bekendmaken met wat we vroeger al kenden. He? Gewoon weer evenwicht in ons leven. Binnenzitten is leuk, maar buiten krijg je energie. Mensen, de natuur in. Bedrijven, daar kennen we genoeg. De winkels zitten vol, de lucht zit vol, de bodem zit vol. Nu moeten we even aan onszelf gaan denken. De opwarming van de aarde, dat moeten we tegengaan. Dus hier geen bedrijven. Ik zou zeggen dat er meer reclame gemaakt moet worden. Op scholen, buurthuizen. Waar ouders komen om te zeggen van, dit is een boerderij, hier wat we elke dag hebben is eten. Dat we hier moeten komen om dankbaar te zijn van dat we het ook nu zelf gezond kunnen houden op ons bordje.